Welkom back everybody en welkom terug op het kanaal van Uurtje. Ik ben Stimmers en jullie denken, waarom vanochtend geen Minecraft? Nou, gisteravond ben ik met allerlei dingen bezig geweest. En ik heb ook natuurlijk video's gezien die ik upload heb. En het valt me eigenlijk een beetje tegen de likes de laatste tijd. En daarom heb ik gewoon even geen zin om 2 video's per dag up te loaden. Dus ja, misschien morgen weer, maar dat ligt gewoon aan hoeveel likes jullie kunnen geven. Ik hoop dat we echt 150, eigenlijk 200 likes kunnen krijgen. Anders ben ik eigenlijk niet van plan om morgen een Minecraft-fit up te loaden. Dus gewoon 200 likes en dan krijgen jullie morgen gewoon weer 2 video's. Dus gewoon elke keer voor zorgen dat mijn Call of Duty video 200 likes heeft. Als dat niet zo is, zal ik Minecraft waarschijnlijk niet up gaan loaden de andere dag. Dus ja, voor degenen die Minecraft willen zien, die moeten gewoon even een likeje geven aan mijn Call of Duty filmpje. Ook al kijken ze misschien niet, dan hebben ze eigenlijk, dan weten ze een verklaring ervoor. Dit is eigenlijk trouwens gameplay vanmiddag gehaald. We speelden heel met het team, UV Count, V Overtal. En gewoon lekker allemaal losgaan, lekker allemaal, gewoon lekker onze KD omhoog brengen. En dat lukte denk ik wel aardig, onze score per minuut en weet ik het allemaal niet. Ik speelde hier volgens mij met MSMC, Long Barrel, Fast Mac, ik denk... C4, Tactical, en ja, even denken, Dexterity dacht ik, Scavenger, Hardline en Flag Jacket of zo in die richting. Weet ik niet precies meer, maar moet ik even direct in de gameplay kijken of dingen. Direct halverwege tussen de splitsing van de game heb ik een throwing knife. Nou, ik niet. André, oftewel wie Ajax een throwing knife kill, die zal ongeveer bij de 5 minuten zijn. Een throwing knife kill across map in Nuketown vandaag. Ik zei, weet je wat, die doe ik erin voor jou André. En die heb ik er in het midden geplaatst, want dat wou André ook. Ik vroeg het nog aan hem. En hij wou hem liefst in het midden tijdens de rondewisseling hebben staan. Dus ik denk, weet je wat, dan doe ik dat gewoon voor hem. Ik heb een klein beetje geëdit. Hopelijk ziet het er een beetje goed uit. Dus ja, nu weten jullie ook een beetje waarom ik Minecraft niet upgeloten heb. Gewoon de motivatie om iets te uploaden is dan gewoon een klein beetje weg. Omdat de likes... tegenvallen de laatste tijd. En ik hoop gewoon dat mensen weer gaan liken. Ja, op mijn kanaal. Blijf bekijken natuurlijk. Ik ben iedere trouwe sub natuurlijk dankbaar die liked en reageert en alles. En, maar de laatste tijd vind ik gewoon tegenvallen de likes. En dan wil ik gewoon even weer wat van zeggen dat dat gewoon omhoog moet. Alles zijn het dislikes. Dat maakt me ook niet uit. Gooi die er ook maar omhoog. Dat zien we vanzelf wel. Ja, dan morgen ga ik dan wel mijn Minecraft Redstone tutorial doen als ik 200 likes op deze video heb. Ja, nou, even niet goed in het Nederlands, maar wanneer ik 200 likes heb. Dus ja, dan moet je gewoon maar even wachten of dat haalbaar is. En ik denk dat het zeker wel haalbaar is, 200 likes met, ik heb iets van 4600-700 subs nou. En dat moet toch wel haalbaar zijn om gewoon even, ja, lekker gewoon even te gaan, zal ik maar zeggen. Ik hoop natuurlijk ook dat jullie... ja, hoe noem je dat? Ja, kijken misschien vanavond. Misschien ga ik livestreamen. Dus als je zin hebt... Nou, weet je wat? Ik ga vanavond livestreamen. Fuck that. Fuck yeah. Livestream. Vanavond. Channel. Of UGX Mysterious. Ik weet nog niet op YouTube of Twitch. Maar als het op Twitch komt, zal ik een filmpje op YouTube posten dat het op Twitch is. Als het op YouTube is, dan zie je het gewoon op mijn kanaal. Het zal... Ja, welke tijd zal ik nou eens doen? Welke tijd is handig? Welke tijd is handig? 8 uur. 8 uur. 8 uur begin ik met livestream. Laat even achter wat ik moet livestreamen. Is het MW3 voor de Moabs? Is het Black Ops 2 met een hele party? Is het weet ik veel wat? Ga lekker gun game doen. Noem het allemaal maar op. Laat het even in de reacties achter bij deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. 8 uur livestream. Kijken of ik nog gewoon mensen kan regelen. Maar ik denk het zeker wel. Als je mee wilt doen... Zet het ook even in de reacties. Stuur het naar mijn YouTube. Als je mijn Skype hebt, stuur het gewoon even naar mijn Skype. En dan gaan we dat doen. Het zal wel via de Skype chat gaan. Dus degene die meedoet, moet wel Skype hebben. Dus we praten niet via de Xbox chat, maar via PlayStation. Ligt er net aan welke ik ga doen. Dat weet ik ook nog niet. Maar we gaan praten via de Skype chat. Dus je moet wel een headset hebben die gewoon op je computer werkt. En waardoor je ook nog het geluid misschien van je gameplay kan luisteren als je aan het spelen bent. Ja, als je dat nodig hebt. Ja, laat dan gewoon even een reactietje achter als je mee wilt doen. Ik weet zeker dat er wel mensen mee willen doen. En ja, misschien ga ik wel een keertje weer voor brute gameplay. Voor nucleus, moabs. Laat me gewoon achter wat jullie willen. Lijkt me echt super vet vanavond te livestreamen. Ja, wat je nog meer kan verwachten. Ik heb de laatste tijd, had ik gezegd, ik ga series doen. Dat moet ik nou echt wel een keer gaan doen. Ik ga proberen morgen even wat op te nemen. Vanavond misschien nog even op te nemen. Allerlei dingen op te nemen voor jullie. Ik ga natuurlijk ook nog MW3 spelen. Proberen dubbel moabs, triple moabs, noem het allemaal maar op. Echt, je kan het niet gek genoeg bedenken. Maar ik ga het wel proberen. Misschien ga ik nog een keer een troll video maken. Er zitten allemaal dingen in mijn hoofd.
Laatste tijd zit ik alleen maar gameplays te posten en ja, na een tijdje hoor je daar misschien ook een beetje moe van en dingen. Maar laat het dan ook in de reacties achter. Ik wil dit echt zien, want anders ga ik niet meer kijken of weet ik van wat. Of zeg van ja, ik vind het de laatste tijd minder, want je hebt niet zoveel dit en dit meer. En dat doe ik ook een beetje met Minecraft. Minecraft kan ik mijn fun in gooien, kan ik al mijn motivatie, mijn inspiratie in gooien. Want dat zie je ook gewoon in Minecraft. Als ik furnaces neerzet, ga ik over recepten praten als je die aflevering nog 7, 8 of zo, Survival Minecraft. Waar ik even een tipje geef hoe je steaks moet bakken. En weet ik het allemaal niet. Zulke gekke dingen. En op zich wordt het wel mooi. Dark worden we ook mooi. Ik ben nou met een... ik ga gewoon vertellen een beetje wat er allemaal aan de hand is. Wat er allemaal gebeurt. Dark Water zijn we. Als jullie mensen het volgen. In Past aan het bouwen. En dan ben ik een mooie deur voor de parkeerplaats aan het maken. En voor Call of Duty ben ik vanmiddag lekker zitten gamen. Alleen met UV Counter Orbital. Ik heb er heel veel gehaald. Ook één keer even een potje met hondjes Swarm gedaan toen ik solo even ging. Maar dat is zonde. Ik weet niet wat het is. Hoe noem je dit? De tegenstanders liefden eigenlijk gewoon weer. En dat vind ik gewoon zonde. Dan heb je een potje en dan ben je lekker bezig. En dan zal je dit potje ook zien. Dan gaan mensen lieven. Dan gaan mensen weg. Daardoor kom je aan je streaks niet meer. Krijg je minder kills. En dat is gewoon zonde. Daar heb je als team ook niet echt profijt van. Maar ik denk zeker wel dat het de moeite waard is om gewoon lekker te blijven kijken, blijven liken, blijven reageren. Ik hoop natuurlijk ook dat jullie Darkwater gaan kijken. Het staat op Fish & Paul's kanaal. Als je Minecraft geïnteresseerd bent, als je Minecraft zelf geïnteresseerd bent, kijk gewoon aan 's ochtends om 10 uur. Maar dan moet je wel die likes leveren hier op de Call of Duty Fit of op de Minecraft Fit. Ik zal misschien dan ook in Minecraft Fit wel even zeggen dat al meer likes gespamd moeten worden eigenlijk. En hoe jullie dat doen, dat maakt mij niet uit. Als er maar 200 likes zitten, dan zeg je maar tegen een vriend van jou, hey, ga even naar zijn kanaal, like even of kijk even. Dat is ook heel belangrijk. Als jij mij goed vindt of niet goed vindt, laat het dan gewoon achter wat ik moet verbeteren. Of heb jij een betere klas voor mij? Als jij zegt, jij speelt nou wel met die klas, maar kan je niet beter bijvoorbeeld Flak Jacket inwisselen en Tactical Mask? Ik noem maar iets. Laat het dan gewoon achter, dan weet ik dat. Dan kan ik daar een beetje rekening mee houden. Kan ik er misschien ook een keer over na gaan denken hoe ik mijn klasses indeel. Want ik doe ze altijd een beetje random. Tenminste, random. Er zit wel een gedachte achter wat voor tegenstanders ik krijg. En wat voor teammates ik heb. En noem het allemaal maar op. Wat voor map. En dat is altijd lastig. Je doet ook league play en ho. Gapi. Nou, dat was een lekker gapi. Maar ik doe ook league play. En dan zie je toch wel heel veel. Je moet goed kunnen shout-outen, wou ik zeggen. Shout-out. Nee, je moet goed kunnen callen waar iemand zit, waar goed noemen. Want dat heb ik ook wel eens. Als ik online speel, public match, en dan hebben jullie waarschijnlijk allemaal, je speelt met maten, en ineens gaat er iemand dood, en hij zegt, hij zit hier ergens. Hij zit ergens in de buurt van B. Ja, waar? Midden, links, rechts. En dan moet je proberen duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld, als jij, wat zullen we doen? Oh, nou hebben we Raid als voorbeeld, hè, weet je wel. Dan loop je bij B en dan zeg je, hij zit achter de witte bus of de blauwe bus bij B. Want je hebt als het goed is een witte bus aan de C-kant staan, een blauwe bus aan de A-kant. Dan weet je al iets meer. Of hij zit in het huisje, weet ik het allemaal niet. Noem het namen, ga het met je teammaten. Als je er heel vaak mee speelt, ook gewoon namen mee noemen. Of weet ik veel wat. Als jij weet dat één iemand van jullie team altijd in de huisje zit een beetje vaak. Dan zeg je gewoon zijn huisje. Noem het allemaal op. Dat is echt heel belangrijk van die call-outs. Dat je weet van, oké, daar zit iemand. Daar gaan we heen. En één ding, als jij goed wil gaan, ik zeg gewoon, als jij je KD wil upgraden, en ik zeg heel veel subs, die zijn, die zijn beter dan mij natuurlijk, dat zijn altijd mensen die beter dan mij zijn, daar ben ik gewoon eerlijk in, ik ben aardig goed, voor Nederlandse begrippen denk ik, maar er zijn altijd nog mensen die beter zijn dan mij, en ik probeer gewoon lekkere gameplay up te loaden, lekker rushend, lekker gaan met die bananen maar. En er zijn ook mensen die dat minder kunnen, en daar probeer ik ook natuurlijk tips voor te geven, en een tip is natuurlijk, probeer met een party wat ik al zei. En probeer gewoon eens met z'n allen UV Counter V Orbital te spelen. Als je gewoon maar één iemand een goede in je team hebt. En hij haalt een Orbital. Wow, ik ga proberen wat hè. Ik weet niet wat het is, ik ben een beetje moe misschien. Maar als die zijn Orbital haalt. En ik weet zeker, als hij iemand een Orbital haalt, maakt het allemaal makkelijker voor de anderen. Dan moet je, kijk, als je een Orbital hebt, kan jij mensen afwachten. Je kan hem een hoekje om laten komen. Dan kan je hem killen. Dat hij even langs jou loopt. Noem het allemaal op. Dan moet jij tactisch gaan staan. Van oh, zo loopt hij toch wel voorbij. Maar kan ik hem in zijn rug schieten. Is makkelijke kill voor mij. Heb ik weer 100 punten. Kan ik weer verder. Al die dingen. Wow, al die dingen moet je rekening houden. Moet je voor vechten. Je moet vechten voor je kills. Je moet echt vol erin gaan. En dat probeer ik altijd te zien. Te laten tonen. Aantonen dan. Dat ik gewoon lekker er vol in ga. Lekker knallen. Want dat is ook belangrijk. Ik wil gewoon lekker knallen. Ik wil mijn frustraties eigenlijk gewoon in die game stoppen. Gewoon echt gewoon heel die gast helemaal vol pompen.
Helemaal vol pompen met mijn MSMC. Bots. Nee, maar dat wil ik echt gewoon... Ja, altijd... als ik game, wil ik lekker gamen. Wil ik... Eigenlijk, de tegenstanders moeten niet zo kut allemaal met snipers, RPG's, noem het allemaal op. Want dat gaat je uiteindelijk wel een beetje irriteren als het elke keer daardoor doodgaat. En niet gewoon door een normale kill of een gun kill, noem het allemaal maar op. Maar de gameplay zit er al bijna op. Ik hoop dat jullie hem trouwens leuk vonden. En als je hem leuk vond, reageer. En natuurlijk vergeet niet te liken, want kijken is liken. En ja, ik weet het, dat is van Fish. Dat is ook gewoon vaak heel veel... openingszinnen, zinnetjes van YouTubers worden overgenomen. En dan zie je ook gewoon, ja, 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 van Fish is een hele bekende openingszin. Net als bij mij, Beast, Beast, Beast. En bij Arjen, Ham, Ham, Ham. En noem het allemaal maar op. Echt heel veel dingen die iemand specifiek maakt, iemand anders maakt. Maar dit was mijn gameplay. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Als je hem leuk vindt, klik op de like button. En ik zeg, subscribe even. En dan zeg ik, see you later, everybody.